Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dit is Strooil, de grootste winkelstraat van Kopenhagen. En niet alleen van Kopenhagen, ook in Europa is het de grootste winkelstraat. Je vindt er dan ook echt alles, van een hele grote H&M tot de meest kleine boutiquejes. En het leuke aan Strooil is dat er heel veel kleine zijstraatjes zijn. En in die zijstraatjes vind je boutiquejes, vintage shops, leuke schoenenwinkeltjes, zelfgemaakte dingen. Er is hier echt van alles te vinden. Mocht je in Kopenhagen zijn, dan mag je deze winkel niet overslaan. Je kunt hem eigenlijk een beetje vergelijken met winkels als H&M en Zara, maar een stuk goedkoper en een stuk hipper. Als je in de zijstraatjes even goed zoekt, dan vind je ook veel kleinere zaakjes, zoals deze, een vintage shop, en ik ga even binnenkijken. En dat Kopenhagen een modestad is, blijkt niet alleen uit alles wat hier te doen is, maar ook aan de mensen op straat. Het zijn echt stuk voor stuk fashionistas waar Nederland nog wat van kan leren. Het grappige is dat al deze fashionistas zeggen dat Kopenhagen pas echt een modestad is geworden sinds de laatste 2 jaar. I think it's great that it's a lot more things happen here, because I remember 10 years ago there wasn't much happening, but people got a lot more confidence, a lot of people lifting together and creating it and making it happen here in Copenhagen. I think it has a lot to do with the schools. They're importing a lot of knowledge outside also, some very good craftsmanship from London, and I mean the world is getting smaller. To be honest, I don't see, because behind the scene you just work and work and work and work. I think Denmark has become, and especially Copenhagen, much more international. We're very welcoming international press and buyers. Tijdens de Kopenhagen Fashion Week worden niet alleen modeshows gehouden, maar ook verschillende beurzen, zoals deze. Vorm kun je ongeveer vergelijken met de Nederlandse modefabriek. Een plek waar designers hun nieuwste collecties laten zien. En niet alleen daar kun je inspiratie van opdoen, maar ook van de mensen die er komen. Jij als modekenner, kun je ons vertellen wat zo leuk is aan Kopenhagen? Nou, ik blijf Kopenhagen gewoon heel mooi vinden in de puurheid. Het is heel nuchter, heel authentiek eigenlijk. Dus het blijft mij toch stiekem inspireren, omdat ze niet op zoek zijn naar iets nieuws, maar eigenlijk naar gemak, comfort en kwaliteit. Maar wij komen er al bijna 12 jaar, dus voor mij is het niet heel erg veranderd. Het is alleen bekender geworden. Dus in die zin, het blijft eigenlijk voor mij hetzelfde gevoel brengen. Alleen, er zijn nu ook Nederlandse merken hier vertegenwoordigd. Ja, en dat was toen niet.